Jeff van Andersson, na een aantal weken in de basis te hebben gestaan, dan er weer uit, dan er weer in. En morgen sta je weer in de basis. Ben je er klaar voor morgen? Ja, zeker. Zeker. Ik heb heel veel zin in. Mooie wedstrijd voor ons. Ik denk dat we een hele goede kans maken. Je komt van Ajax, hè? Je hebt even bij AZ gezeten, maar je komt oorspronkelijk bij Ajax. Is dat nog speciaal voor je? Ja, tuurlijk. Het is nu wel een tijdje terug, maar het is wel leuk om, om tegen mijn oude teamgenoten, een paar van mijn oude teamgenoten dan tenminste, weer te spelen. En het is natuurlijk gewoon een van de vele wedstrijden. Dus het is speciaal, maar zo speciaal is het ook niet. Ajax is een van de best spelende ploegen in de Jupiler League. Hoe vervelend wordt het voor Cambuur? Of makkelijk voor Cambuur misschien wel? Nou, ik weet niet of het per se de moeilijkste tegenstander is uit de Jupiler League. Want wij willen graag voetballen. En we komen vaak ploegen tegen die wat sneller de lange bal hanteren. Persoonlijk denk ik dat voor een ploeg die wil voetballen juist moeilijker is. Dus ik denk dat dit voor ons juist wel gewoon een kansrijke wedstrijd is. Waarbij we heel veel zwaktes van hun ook goed zouden kunnen benutten. Wat zijn hun zwaktes? Nou ja, we hebben de beelden gezien en daar waren wel wat dingen heel duidelijk te zien waar hun zwaktes liggen. Met name in de omschakeling. Want zij willen heel veel centrum bijvoorbeeld inspelen. Nou ja, als je daar kort op zit, dan hoe hoog zij staan, ja, is er achter de verdediging bij hun natuurlijk best wel veel ruimte om de diepteloopacties te maken. Dus daar moeten we optimaal gebruik van maken. Dus jij ziet kansen tegen jonge Ajax? Zeker, zeker weten. Nou, wens ik veel succes morgen. Dankjewel.